Call of Duty Vanguard is officieel aangekondigd en niemand minder dan Jacco Peek, die weet er alles van. Die heeft vast wat sappige informatie voor ons en hier is hij. Hey Cody. Ja, dat klopt. Nieuw jaar, nieuwe Call of Duty. Ja, lang verhaal kort. Ik heb een presentatie gehad van ongeveer 2 uur met een beetje een overview van de game. Dat doen ze ieder jaar. En een beetje een focus op de campaign. Maar om het samen te vatten, Call of Duty Vanguard komt 5 november uit. Iedereen wist het al, maar hij gaat dus terug naar de Tweede Wereldoorlog. We gaan langs alle fronten. Hij krijgt een multiplayer mode, hij krijgt een zombie mode in samenwerking met Treyarch. En er komt een Warzone map, dus echt mega veel content. Maar ik heb de meeste... Een zombie mode in samenwerking met Treyarch, dat klinkt veelbelovend. Ja, dat klinkt inderdaad veelbelovend. Maar laten we even beginnen met de campaign, want... daar hebben ze toch wel het meeste over verteld. We hebben natuurlijk al, nou ja, zeker 5-6 keer al een Call of Duty game in de Tweede Wereldoorlog gespeeld. En dan vraag je je af, wat gaan ze nu in hemelsnaam doen om iets nieuws te doen? En wat Sledgehammer Games ontwikkelaar natuurlijk heeft bedacht, is aan de ene kant langs alle fronten gaan. Dus we gaan naar het Oostfront, het Westfront, we gaan naar de Pacific en we gaan naar Noord-Afrika. Dus dat is in principe al vet, maar wat ze ook doen is ze zoomen een beetje in op de eerste generatie Special Forces. En daardoor klinkt het allemaal een beetje als Black Ops, dus verwacht ook iets minder van die grote veldslagen zoals bijvoorbeeld de eerste Call of Duty games. Zitten er wel in overigens en ik heb al een demo gezien, dus het wordt sowieso spectaculair, maar verwacht ook iets meer stealth en iets meer... Ja, Black Ops, er zit ook een beetje complot in het verhaal over een nieuwe Führer. Dat is allemaal een beetje gebaseerd op een soort van speculatie rondom de nazi's. Dus dat is op zich wel een interessante twist. Ja, en gisteren is natuurlijk de eerste teaser of trailer uitgebracht van deze game, Call of Duty Vanguard. Daarin zagen we eigenlijk dat bijna alles kapot kan. Heb je daar nog iets meer over te vertellen? Ja, zeker. Ik heb dus een demo gezien, Operation Tonga, dat is een echte operatie, is uitgevoerd een dag voor D-Day en je speelt dan Arthur Kingsley, dat is een Brits parachutist en die stort dan neer ergens voor de kust van Frankrijk en ja, dat is wel een van de dingen die dus opviel in die gameplay demo. Je bent dus op een gegeven moment van de totale chaos ben je opeens in een heel donker bos en je hoort luchtafweer in de verte, echt keiharde knallen en je hoort Duitsers jagen op neergestorte parachutisten. En op een gegeven moment kom je in een Frans huisje terecht. En daar valt best wel op inderdaad dat hout, glas, porselein, echt van alles best wel aan stukken geschoten kan worden. En ja, dat is best wel tof. Dat, ja, het is niet super aanwezig of zo in de singleplayer, maar dat viel wel op sowieso. Ze gebruiken nu de engine van Infinity Ward, dus die van Modern Warfare. Ah, en dat toch wel een iets meer fotorealistische look ten opzichte van die van Treyarch. Ik heb het via een Zoom call gezien, dus nog even een slag om de arm houden. Maar ja, het zag er vrij goed uit, ook dingen als vuur en zo. En dat maakte die missie best wel intens om te zien. Dus dat was tof. En echt immersief als ik het zo hoor van jou. Ja, precies. En die destructie die vind je ook weer terug in de multiplayer, want de maps die kunnen ook op allerlei manieren kapot dit jaar. Weet je al hoeveel maps er zijn toevallig in de multiplayer? Ja, 20 maps, waarvan 16... 20 maps, alles kan kapot. En wat is er nieuw? Nou ja, dat niet heel veel. Dus we hebben nog niet heel veel over de multiplayer verteld, maar 20 maps is sowieso wel... een flink aantal. Als je kijkt naar de vorige jaren hadden ze best wel weinig multiplayer maps. Ja. En nu zijn het ook echt 16 6v6 maps en 4 2v2. En ze zeggen, ja, we willen echt terug naar die kleinere maps. Snelle actie, lekker rondspringen, iedereen killen die je tegenkomt. En die destructie moet ervoor zorgen dat je ook nieuwe paden kan creëren. En ik doe nu een beetje vaag. Right, dus... En dat komt omdat je hebt traditioneel 3 paden in een Call of Duty map. En wat ze zeggen is door bepaalde debris kapot te schieten zou je van het linkerpad naar het middenpad kunnen kruisen. Zoiets. Bijvoorbeeld, ja, ik weet nog niet precies hoe het echt met de opzet van Sledgehammer's maps deze keer staat. Want Infinity Ward was daar bijvoorbeeld bij Modern Warfare ietsje vrijer in. Maar ik heb er dus... Het is een beetje stom, want ze hebben er dus iets van, meer van laten zien off the record. Maar daar mag ik niks over zeggen. Dus laten we zeggen... Ik heel lief vraag aan je. Ja, nee, ja, dan zitten ze dadelijk onder mijn bed. Dat kan niet.
Nou ja, dat is wel waar ze zitten. Ja. Maar goed. Ja. Hey, ik hoorde je ook nog iets zeggen over zombies. Dat laat mijn hartje altijd sneller kloppen. Zombies samen met Treyarch. Dat betekent dat we verder gaan met de Chronicles van Dempsey en al die andere matties, of niet? Ja, het wordt een proloog op Black Ops Cold War. Dus als je die van Cold War hebt gespeeld. Ik heb, moet ik eerlijk zeggen, alleen de eerste zombie map gespeeld. Die ik wel heel vet vond van Cold War. Die machine? Ja, die machine die vond ik echt heel tof. Maar ja, het wordt een proloog. En ze zeggen dat Treyarch zeg maar wel de regie heeft over de zombies. Want het is natuurlijk ook de eerste keer dat er een soort van crossover komt tussen franchises. Echt een doorlopend verhaal. Maar ze doen dat in samenwerking met Treyarch. En ja, het klinkt allemaal goed. Ze hebben verder echt letterlijk nog niks verteld erover, inhoudelijk. Maar ja, het is toch wel weer een leuke bonus. Er zijn mensen die gewoon Call of Duty spelen voor alleen de zombie mode. En ja, dat is toch wel heel fijn dat er weer zo'n mode in zit. In plaats van weer een andere gekke twist op Spec Ops of zo, wat niemand speelt. Dus, ja. Daar word ik blij van. Er zijn ook een heleboel mensen, Jacco, die Call of Duty tegenwoordig alleen nog maar spelen voor Warzone. Weet je daar iets meer van? Ja, het was wel grappig, want je zag aan Sledgehammer, die Aaron Halen bijvoorbeeld, het studiohoofd, dat hij besefte wel dat eigenlijk iedereen staat te springen op een nieuwe Warzone map. Eigenlijk wil iedereen weten, Vanguard is misschien wel een beetje bijzaak voor de meeste mensen, want Warzone is natuurlijk zo mega populair en God Mobile. Maar ja, goed, er komt een nieuwe map aan dit jaar. Die zijn ze samen met Raven Software aan het ontwikkelen. En wat ze gaan doen is, ze gaan een beetje verder zoals ze nu bezig zijn met bijvoorbeeld Cold War. Dus ze gaan letterlijk de wapens en dingen van de equipment uit Vanguard integreren in Warzone. Dus ze zeggen, er komt een nieuwe metaverse met content uit Modern Warfare, Black Ops Cold War en Call of Duty Vanguard. Dus wat dat betreft, op zich wel goed nieuws. Maar ik vraag me wel af hoe ze dat gaan doen als je bijvoorbeeld met een supermodern wapen door een Tweede Wereldoorlog map rent. Misschien moeten we dat maar een beetje vergeten. Maar ze gaan ook zorgen dat er echt een nieuwe meta komt. Dus ja, het lijkt me een flinke klus misschien wel dat ze dat oudere wapens eruit gaan halen. Maar dat is allemaal nog speculatie voor mij. En nog één laatste ding wat heel tof is voor Warzone, of in ieder geval heel belangrijk, is dat er een nieuw anti-cheat systeem komt. Dat hebben ze ook gezegd. Dat is natuurlijk een groot probleem bij Warzone. Een hoop mensen klagen over dat het gewoon onspeelbaar is. Zeker op PC hoor daar een hoop over. Maar ja, je hebt natuurlijk ook crossplay op consoles. Dus ze willen een nieuw cheat systeem uitrollen om dat probleem aan te pakken. Ik heb geen idee hoe het werkt. Daar hebben ze ook niks over gezegd. Maar dat zou ongeveer tegelijkertijd met die nieuwe map moeten komen dit jaar. Dus ik gok dat allemaal rond 5 november uitkomt. Wanneer Vanguard ook verschijnt. Goed, Call of Duty Vanguard dus. 5 november. Inclusief een heleboel veranderingen in Warzone. En een heleboel interessante zombie dingen. We weten de feitelijke informatie nu, Jacco. Maar wat zegt jouw gevoel? Ben je hyped? Nou, niet heel erg. En ik denk dat dat wel een hoop zegt. En dat had ik vorig jaar ook een beetje met Cold War. Modern Warfare was best wel een revolutionaire game. Echt allemaal verschillende systemen. Gratis maps, crossplay, gunsmith, nieuwe engine, noem maar op. En ik heb het idee dat we weer een beetje in die Call of Duty sleur terugkomen. Dat is misschien een beetje negatief of zo. Want ik vond die demo vond ik erg vet. Ik vond die beetje die Special Forces twist op Tweede Wereldoorlog vond ik cool. Ze voeren wat leuke dingen door in de multiplayer mode. Maar aan de andere kant zit iedereen toch te wachten op Warzone. Dus ja, ik vind het leuk. Ik ga sowieso Vanguard weer spelen. De multiplayer, de campaign. Maar ik ben nog niet echt weggeblazen. Dus daar moet ik heel eerlijk in zijn. Oké, nou. We houden een slag om de arm dan. Maar in ieder geval, dankjewel voor al die informatie, Jacco. Vond jij dit nou thuis een handige video? Vergeet dan niet even op dat like te drukken. Of laat even zo'n subscribe achter. Kun jou het schelen. Vinden wij leuk. En dan zien we jou in de volgende video weer terug. Wellicht met mij, wellicht met Jacco. Maar tot die tijd zeggen wij ciao, ciao.